Ik ga eerst en vooral ook super meegenieten, want het is hier echt heel dik in orde. Maar morgen vroeg tussen 8 en 11 uur, dan ga ik de wekdienst spelen. Ik ga dus persoonlijk bij de mensen op kamer gaan om hen een goede dag in te zetten. Eigenlijk. Ja. Want je hebt dat in een hotel inderdaad, dat je zo kan bellen naar de receptie. Wake-up call, ja. Inderdaad. En wij hebben eigenlijk een heel levende, speciale wake-up call, namelijk Ex-Miss België, Joke van Veld. Dat is niet slecht eigenlijk. Allee, om heel zo goed wakker gemaakt te worden, wie zou dat niet willen? Zeg, en hoe ga je dat doen, Joke? Heb je al nagedacht van want ja, het is niet zo evident, je kan niet bellen, hè. Je moet echt aan de deur gaan staan. Ja, maar dat vind ik juist leuk. Ik ga gewoon hard op de deur bonken, mij voorstellen en zeggen, wake-up call, Joke van de Velde. En even gewoon leuk praten met de mensen over wat ze allemaal gedaan hebben en zo. Dus het wordt heel fijn. Maar wat ik heel erg graag wil weten, in wat voor outfit ga je dat doen? Ik heb een kleine koffer mee, maar in die kleine koffer zit er een toch wel redelijke kinky rode lederen broek. Wow. Dus die ga ik aan. Oh, la la. All right. Oké. Okay. En ga je dan ook zo in bed liggen, Allee, als ze dat vragen? Ik heb daarnet Wim horen zeggen voor de Q-luisteraars alles. Dus dat wil ik wel in overweging nemen. Ja, ik ben het voor jullie al aan het vragen en mensen dat je dan Amai, de opwindings. Het is opvallend veel volk trouwens, die hier allemaal zitten te luisteren. Allemaal, maar jij mag niet bellen, hè? Nee, ik mag niet bellen, ik weet het. Maar goed. Zeg, nu ben ik helemaal van de wijze. Ja, dat denk ik. Ik heb alleen maar rode leren broek, rode leren broek. Zeg, Joke, nog even voor de hotelgasten zelf. Sorry, luisteraars. Maar je mag gewoon in gedachten meegenieten. Vertel nog even wat de Q-hotelgasten precies moeten doen om jou dan, of voor die wekdienst, hoe dat precies praktisch in zijn werk gaat. Ik heb daarnet een lijst aan de receptie gelegd met de verschillende uren op. En daar moeten ze dan hun naam op invullen. Okay. Wanneer ik hen kan hen... Mannen, lopen! Oké, okay. Er was er al... Het is al gebeurd. Dat zal zweten worden morgen. Ja, ik denk het ook. Joke van de Velde, super dat je hier bent. Veel plezier, geniet van het hotel. En tot morgenochtend.